Hallo, met de Lita. Ja, goedemiddag, met Pierre van Hoek. Hoi. Roserie, wie lang zit je nog binnen dadelijk? Sorry? Wie lang zit je nog daar bezig dadelijk? Wie? Wie lang heb je die winkel nog open, bedoel ik? Oh, zo, dat zou zo. Oh. Ja, het zit zo, want ik moet dadelijk nog een luchtkussen opblazen, hè? Voor de kinder. Ja. En dat is tussen 4 en 6, zou dat ongeveer zijn. Ja. Maar dat kost me te veel geld om dat bij mezelf, zeg maar, in te pluggen, zeg maar, dat pumpje. Ja, dat werkt op elektriciteit, dat pumpje. Ja. Moet dat gigantisch luchtkussen, moet dat opblazen, zeg maar. Ja, ik ga dat niet bij mezelf doen, want dat kost me heel veel geld. Wow. Ja. Dus ik doe dat via een elektriciteitskast hier in de straat, maar dan heb jij dadelijk even tussen, even kijken. Tussen 4 en 6 heb je dan even geen stroom, maar. Maar dat je dat gewoon even weet. Goed. Geen stroom? Nee, dan heb je gewoon even geen stroom. Dan moet je maar, ja, moet je maar even kijken. Ik heb met ruilhandel of zo, weet ik veel wat je... Ja, maar dan zit ik met mijn penautomaat en mijn kassa. Ja, precies. Dat werkt dan gewoon even niet meer, hè. Maar dat is voor die kinderen, hè. Die willen dat jij nu op dat springkussen. Dan gaan we dat al, heb ik ze al beloofd, hè. Dat ze dat moeten doen, of ja, dat ze dat mogen doen. Ik bedoel, ja, ik heb dat al een jaar in de kast liggen. Ik heb dat nooit goed kunnen halen, gewoon. En ja, maar dan heb ik een probleem. Ja, hoor, dat is maar voor 2 uurtjes, hè. Ja, maar dat zijn bij mij na de drukste uurtjes. Ja, maar morgen dan om rond 9 of zo, dan is alles weer in orde. Zo, dus niks aan de hand. Dus ja, straks, ja, moet dat na om 13? Dat is bij mij na de drukste. Ja, maar ik heb die keer dat heb ik dat net beloofd, hè. Ja, maar had je dat niet eerder kunnen doen dan? Nee, ik heb dat nu beloofd. Hè. Die kinderen die zien ze toch jarig op verheugen. Ja, maar ik heb hier een zaak. Ja, een zaak, maar dat is niet mijn zaak verder. Ja, maar de lui kennen dan niet die pennen, daar loop ik geld mee. Ja, maar als je dan om 7 uur opengooit morgen vroeg, in plaats van om 9 uur, weet je wel. Wat dan heb je die twee. Dan heb je dus die 2 uurken zeg maar een beetje weer in kunnen horen. Ja, dan komen de lui niet. Wieso dat niet? Dat komen de lui om 7 nog het smalke schoon kopen? Loserie, ik schrijf dat gewoon bij op een deur. Dan doe ik dan een sticker of een papiertje. Dan schrijf ik op. Morgen vroeg om 7 uur pas weer geopend. Ja, ik geloof dat je. Ik zit ook met een kindje. Oh, dan kun je lekker bij komen springen. Dat mogen je. Dat is goed. Springkussen kan iedereen op. Dus die mocht hij gewoon langskomen. Moet daar stroom dan de hele tijd, zolang je ziet het springkussen, moet daar stroom erop blijven? Juist. Helemaal correct. Ja, en als je dat wil doen, denk ik dat je dat privé moet doen. Ja. En niet ten koste van mij. Dan doen we dat privé en dan is de buurt daar even 2 uur. Nee, dat is ook privé. Ja, dan wordt er dadelijk 2 uur weg. Nou, bedankt voor je medewerking. Ik wil er niet wel werk van maken. Goedemiddag, wacht. Dag.